Je staat boven op de berg. En misschien ben je wel de eerste vandaag. Links ligt een mooi geprepareerde rode piste. Aan de rechterkant een iets steilere zwarte. En in het midden een mooi vers laagje poeder. Centimetertje of 30. En je wil niet kiezen en je kan ook niet kiezen. En het hoeft ook niet, want met een on-mountain ski uit de topcategorie kan je overal voor gaan. Voor de All-Mountain topcategorie hebben we fabrikanten gevraagd om hun vlaggenschip in te sturen. Aan de ski in de All-Mountain topcategorie worden misschien wel de hoogste eisen gesteld. Hij is namelijk breder dan een normale sportski, maar je moet er wel goed mee kunnen skiën op de piste. Aan de andere kant is hij weer smaller dan een freeride ski, maar er wordt wel van die All-Mountain topski verwacht dat hij nog goed drijft in de poeder. Geen enkele ski kon zich verstoppen achter het mooie weer vandaag. Je ziet, de zon schijnt, het is eigenlijk net wat te warm, maar gelukkig kwamen de meesten goed uit de verf. Het testen van deze All-Mountain topcategorie was gezien het weer wel de grootste uitdaging deze week. Vanochtend waren de pistes nog wat harder, wat steviger. Dan komen de piste-eigenschappen van zo'n ski wat beter tot z'n recht. Het is nu een uur of drie. Het is een slushpuppy geworden, maar een hele goede situatie om deze All-Mountain categorie in te testen. Deze Elan is echt top onder deze omstandigheden. Morgenochtend wil ik hem even proberen op harde piste, maar nu is hij perfect. Een lekker all-mountain ski, maar hij voelt wel wat kort aan doordat de bindingen naar voren staan. Ik vind dit een geweldige all-mountain ski, hij doet overal super zijn best. Focal, full rocker, RTM, meer een piste ski, maar hij komt ook heel goed weg in het terrein. Ik vind deze Salomon Enduro goed in de all-mountain categorie passen. Betrouwbaar en stabiel, maar vergt wel wat power. En bij deze Dinastar ben ik er nog niet helemaal uit. Iets klopt er voor mijn gevoel niet, maar wat het precies is, kan de vinger er nog niet op leggen. Wil je de uitgebreide testresultaten lezen? Ga dan naar wintersporters.nl. Hey, was het leuk vandaag? Ja, super. Mooi weer. Lekker geskiet. Super snel. Nee, maar top. Wil je nou alle resultaten nog even rustig nalezen? Klik dan op Birgit om naar de site te gaan. En wil je meer weten over de topskis uit het pistensegment? Klik dan op Gossen. Wil je meer weten over skistokken? Klik dan op mij.